Wat kun je als producent of importeur doen om in aanmerking te komen? Ten eerste is het belangrijk om je verpakkingen eens goed onder de loep te nemen en alle benodigde informatie op te nemen in je verpakkingenadministratie. Dit kan een flinke klus zijn, maar met het oog op de aanstaande wetgeving weet je zeker dat deze investering duurzaam is.